Nou, even kijken of we er klaar voor zijn. Alles is geïmporteerd. Dus, nou, ik zou zeggen, start maar. Start de jingle maar. Komt ie dan. Dit is RVW Radio met de RVW Radio Show, gepresenteerd door René van Wijk. Ja, de officiële RVW Radio Show van dinsdag 12 mei 2020. En ik ben er helemaal klaar voor. Content heb ik wel klaargezet. Dus we kunnen gelijk beginnen met de uitzending. We beginnen met twee voetbalwedstrijden. Jawel, te weten. Even kijken. Spanje tegen Zweden. En Spanje tegen Zwitserland. En na die verslagen ga je dus nu luisteren van die wedstrijden. Met de standen en dergelijke erbij. Dus ik zou zeggen, veel luisterplezier toegewenst. Wedstrijd ronde 37. Daar gaan we mee beginnen. Spanje tegen Zweden. Spanje staat nog steeds 7e, 54 punten. 3 punten minder dan Brazilië, dat 5e staat. En nummers 2 tot en met 5. Aan het einde van het seizoen nog gaan die strijden voor promotie en degradatie. De nummer 1 wordt uiteraard kampioen. En dat is na 42 rondes om precies te zijn. Want er zijn namelijk 22 ploegen. 42 wedstrijden hebben. Nog hierna 5 wedstrijden te gaan. Staan nog met deze ronde die we nu gaan laten horen. 6 wedstrijden te gaan. Zweden staat op dit moment op de 20e plaats. 27 punten uit 35 wedstrijden. Zweden is traditioneel een moeilijke partij. 2 jaar geleden werd het 9-8 in de Easy Division met hetzelfde elftal. We zitten nu in de medium division, sinds vorig jaar. Toen verloren Spanje, ik geloof iets met 8-7. Maar ze zijn zeer berucht, die Zweden dus. En daar gaan we nu naar luisteren. Verslag is van René van Wijk. Ja. Dames en heren, hartelijk welkom bij deze wedstrijd. Spanje mag gaan aftrappen voor de eerste helft. En dat gaat ook gebeuren. Bal teruggelegd. Goed gedaan. Goed geschoten wellicht. Nu de kans. Nee. En in tweede instantie ook niet. Zweden. Aanvalsopbouw. Goed overgenomen. Nee hoor. Oh, met enige moeite. Nu wel. Nu de kans. De kans om te schieten. Nee. Wat doorzien door Zweden. En nu weer Spanje. En nu een kans voor Zweden om te schieten. Goede redding van de keeper. Van Spanje. 3 minuten gespeeld. Goeie bal. Oh, een goed schot. Oh. Gaat net over. Goeie kans voor Spanje. Heel goed. En nu geschoten. En de bal gaat erin via de keeper. Het is 1-0 voor Spanje. 1-0 voor Spanje. Zweden mag aftrappen. Nu de tweede, gelijk een aanval van Zweden. Goed overgenomen. En weer gepakt. En niet zonder problemen, want het is een hoekschop voor Zweden. Bijna 6 minuten gevoetbald. Hoekschop Zweden. Goed uitverdedigd. Ja. Nu weer Spanje. Weer een goed schot. Nee, slecht ingeschoten. Enige moeite, nu weer Zweden. Spanje opnieuw. Scherp begin van Spanje. Scherp begin van Spanje. Oh, te laat gepast. Had hij eigenlijk zelf moeten schieten. Goeie kans omvergeworpen door Zweden. En nu weer Zweden. Nu weer Zweden. En een goede kans op de 1-1. En die komt er nu weer niet. Goeie redding weer van de keeper van Spanje. Het is een corner voor Spanje. Nee, een inworp voor Spanje. Snel genomen. Schuimbeweging. En de kans. Ja, goal. Toch nog erin. 1-1. Het is de 9e minuut. 1-1. Ja, valt tegen. En goed geschoten door Spanje. Mooie aanval. Gaat net naast. Doeltrap. Van de Zweedse keeper. En nu weer een aanval van Zweden. En weer een kans voor Zweden. Even die rust weer. Goeie aanvalsopbouw. Nou, dat ziet er aardig uit. Nu overdelen en in één keer geschoten. Ja. Z-
Zweden. Oh, een kans. Oeh. Slecht uitgespeeld door Zweden. Corner. Oh nee, corner. Ik bedoel, paas. Pasen. En weer een kans voor Zweden. Bal weggehaald. Oeh. Ten eerste zien was hij weer niet laag. Wordt weer gevoetbald. Zo, aanval. Goed overgenomen. Weer een kans. En toe! Was er een kans om te schieten. Goed verdedigd door Zweden. En nu weer aanval van Zweden. Goed verdedigd nu door Spanje. En nu weer een paas. Een goede bal wellicht. En een goal op de paal. Bal op de paal natuurlijk. Geen goal, maar een bal. En nu weer een kans. Nee. Spannende wedstrijd. 1-1. Goeie paas. Oh, slecht. Kan gebeuren. En nu wel gespeeld. Goede kans in de goal. Via de keeper. Weer een keepersfout van Zweden. En het staat nu 2-1 voor Spanje. 19e minuut. Aanval. Oh, slechte paas. Nu weer Zweden. Oh, verdedigd. Ja, het enige moeite. Nu weer Spanje. Spanje gaat weer schieten. Nee. Tweede instantie ook niet. Nu weer een aanval van Zweden. Aanval van Zweden! En goed schot. Goeie redding van de keeper ook. Weer Zweden. Geen makkelijke tegenstander. Ho. En weer een kans. Ja, het loopt me net goed af. Nu massaal storten de Spanjaarden zich erop. En een schot van Spanje. Een afstandsschot vanaf een meter of 30. 24e minuut. 2-1. Oh, er moet gepaasd worden. Dat wordt nu wel. Goeie bal. En schot wellicht. Nee, weer niet. In tweede instantie ook niet. Het is nu een evenwichtige wedstrijd. Nu weer een kans. En verdedigen. Oei, met moeite. Ze weten dat het zwakke punt is om Spanje. En nu weer een kans om te schieten. En de paal weer. Weer een kans voor Spanje. Zweden weer. Oh. Het gaat nog maar net goed. Ze blijven nu wel bij de les. En weer een kans. Nee, weer goed verdedigd. En nu de kans weer om te schieten. En het schot komt er ook. Geblokkeerd en in tweede instantie gebakt door de keeper van Zweden. Paas weer. Oh, daar zijn ze weer. Wordt weer moeilijk. En nu zijn de Zweden weer. De Zweden zijn er weer. En weer een goede redding van de keeper. En het is weer een corner. Half uur gevoetbald. Half uur. En de corner komt eraan nu. Wordt goed. Oh. En een goal. 2-2. Ja. Dan is het weer 2-2. Spanje opnieuw. Aanval. Goed geschoten. Keeper. En ja, ze weten dat de keeper een beetje zwak geworden staat. En nu weer een kans. Slechte bal van de keeper. Slechte bal. Maar er wordt verdedigd. Nee, daar zijn de Zweden weer. Oh, de paal voor Zweden. Dat was een hele goede kans. Daar komt Spanje goed weg. Nu het schot van Spanje. En bijna was het daar 3-2. En nu toch 3-2. Rechter Spaanse aanvaller. Met een soort van basketball zoals hij dat in de finale van het EK van 88 scoorde. Onmogelijk. Het kan dus. 3-2. Zweden. Goeie bal. En nu weer Spanje. En een goede kans. 36e minuut. Spanje weer. Goeie bal. Nu weer een kans. Ja, nee. Net niet. Was daar een hele goede kans op 4-2. Zweden kon nog eens steeds weer terug. Absoluut. Zeker weten. Dat is een hele goede kans. Op 3-3. Geef ze één mogelijkheid. En nu weer een kans in de goal van Spanje. 4-2.
38e minuut. Ja. Zweden. Slechte bal. Nu weer een kans voor Zweden. Weer een kans voor Zweden. En oeh, bijna 4-3. Rust bewaren. Nee. Weer niet. Weer de Zweden. Moet hard knokken om erin te blijven. Nu weer een kans. En de goal. Nee. Net over. Wat scheelde het? Oostenrijk. Zat helemaal onderaan. Nu weer de... Daar, dat zijn de belangrijke concurrenten. Al hebben die zo'n 7 punten achterstand. Maar Zweden moet nog uitkijken. Voor Argentinië ook en voor Rusland. En weer een kans voor Zweden. Blijft moeilijk. Weer proberen het Zweden te komen. En weer een goal. En een goal. Via de keeper. 4-3. In de 44e minuut. 4-3. Dat is nog niet gebeurd. Het kan nog een hete tweede helft worden. Wie weet. Nu weer de Zweden. En weer een kans op 4-4. Kijken wat de blessuretijd is. Daar weer een kans. En de goal. Ja hoor, 5-3. 4 minuten blessuretijd. 5-3 voor Spanje. Wat een wedstrijd. Sensationeel. Weer Spanje. Weer goed gedaan. Nu die zo bijna 6-3. Ja, het zou toch niet. Slechte bal. 1,5 minuut nog in de blessuretijd. 4 minuten dus. En weer een kans. Voor Zweden. Ze geven het niet op. Ja, ze moeten toch komen. En moeten risico's nemen. Het is nu rust. Het staat 5-3 voor Spanje. Goals 5 voor Spanje, 3 voor Zweden. Balpositie 50% voor Spanje, 50% voor Zweden. Schoten op doel 31 voor Spanje, 29 voor Zweden. Basis 123, zo moet ik het zeggen. We gaan even kijken. 123 delen door 100 is 1,23 keer 68% van de basis die aankwamen. Dus 83 passes die aankwamen. Dan 98 passes afgeleverd door Zweden. Deel door 100 is 0,98 keer 74. Is 72 passes die aankwamen van de ene Zweed bij de andere Zweed. Het aantal corners. 0 voor Spanje, 2 voor Zweden. We gaan even kijken en luisteren naar de tweede helft. Jullie gaan luisteren naar de tweede helft. René van Wijk is de verslaggever. Ja. Zweden mag aftrappen. 5-3. Je weet het nooit met Spanje, hè? Oh, en een goede kans. En bijna naast. Bijna een goal bedoel ik. Net naast. Was een kans voor Zweden. Opbouw van Spanje. Snel. Heel goed. Oh, iets te scherp. Goed opgepakt door Zweden. Nu weer Zweden. En de rand penaltygebied. Spanje verdedigt uit. Heel snel nu. En net naast. Het was een goede kans op de 6-3. Doet het op Zweden. Zweden bouwt op. Nu weer Spanje. Even die bal terug. Ja, die komt aardig ver. En nu een kans wellicht om te scoren. En dat lukt niet. Goede redding van de keeper. Aanval van Spanje dus was dat. Nu weer Zweden. Oh, gaat nergens over. Slechte bal. Nu Spanje opnieuw. Zoeken naar die man. Ja, dat lukt dus niet. Zweden zou toch meer druk moeten uitoefenen. En de goede kans daar voor Zweden. Verdediging van Spanje is niet je hit. Dat is opnieuw weer gebleken, want er zijn heel veel ruimte. En dat de keeper die heel goed reageert. Die zou boos wezen op zijn medespelers. Want de ruimte was echt gigantisch. Daar is Zweden opnieuw. Zweden weer met aanval. Oh, dan weer goed gestoord. Dan wordt het weer gegroepeerd verdedigd. Bij tijd en wel lukt dat nog. En nu de kans. En de goal. Nee.
Ook in tweede instantie niet voor Spanje. Zweden valt aan weer. Ja, moet wel. Vaarbank. Wat zijn de mogelijkheden voor Zweden? Nou, reken maar uit. En weer Zweden met een goede kans. En een goal. Ja hoor. 5-4. Wordt nog heel spannend. 57ste minuut. 5-4. Paas. Veel te ver. Ja. Oh, is een cadeautje. Maar dat wordt weer goed gemaakt door de speler van Zweden. En nu weer Zweden. En nu weer Zweden. En nu weer Zweden. En oh, wat een paniek achterin. Bij Spanje. En weer Zweden. Weer paniek. Dat hebben ze te laat door. En nu weer Zweden. En weer een kans op de paal. En nog niet. En tweede instantie wel. Ja. 5-5. Wedstrijd is nog helemaal niet gespeeld. Half uur nog zo. Nu weer een kans voor Spanje. En de goal. Nee, de tweede instantie ook niet. Goeie redding van die Zweedse keeper. En nu weer de slapschuiver. Dat moet wel gezegd worden. En nu weer Spanje. Spanje probeert de bal terug te tikken, maar dat lukt dus niet. En nu weer Zweden. Nu weer uitkijken. En nu weer de paal voor Zweden. Jongen, wat een wedstrijd. Spanje weer. Nu weer Zweden. En no. En in tweede instantie ook niet. Hoe kan die keeper nou zo slecht keeper van Spanje op dit moment? Het loopt allemaal net goed af. Weer Zweden. Ze ruiken nu bloed. En weer een redding van de keeper van Spanje. Nu weer Zweden. Slecht uitverdedigd. Oh, jongens. Ja. Kwalitatief gezien is die verdediging van Spanje heel matig. En een kans op de 6-5 van Spanje. Ja, weer een goede kans. En bijna weer raak. Dat is een slechte uitworp van de keeper van Zweden. Nu weer niet al te best uitverdedigd. Maar het loopt goed af. Nu weer Zweden. Oh, wat een kans. En weer een kans voor Zweden. En nu wordt er wel verdedigd. En de keeper zit op de goede plek. Naar voren. Ja, goed gedaan. De kans. De goal. Ja. 6-5 voor Spanje. Op het moment dat Zweden begint te drukken. Maakt Spanje de zesde. 20 minuten nog. Bloed, zweet en tranen. Zeker weten. Met de moed der vermetele wanhoop. Weer een kans, weer een afstandsschot van Spanje. De zoveelste keer dat Zweden moet terugkomen. Ik geloof al voor de vierde keer ongeveer. En nu weer een kans. En met moeite uitverdedigd. Dat absoluut. Hoe kan dit? Ja. Ze zitten er steeds nog tussen. En nu weer een kans op Spanje. Bal gaat er weer niet in. Ja. Weer Zweden. Ja, weer. Met moeite uitverdedigen. Nu weer Zweden. Terwijl Spanje heel goed terugkomt. En nu weer Zweden die probeert te schieten. Goede redding van de Spaanse keeper. En nu weer Zweden. En nu weer Spanje bedoel ik. En de bal richting de Spaanse keeper. Nog altijd 6-5. Tijd begint te dringen voor Zweden. En nu weer een kans. Oh. Voor Spanje was dat. En weer een mislukte Spaanse aanval. Nu weer Zweden. Aanval van Zweden op de paal. En weer een kans. Zo. Oh jongens, dit gaat moeizaam. Het loopt goed af. En nu weer een kans. Weer een scrimmage op het middenveld. En nu weer Zweden. Zweden weer met een aanval. Oh. Het is dat het vizier van die speler van Zweden niet goed stond. Want de keeper was al weg. Het gaat net naast. Ja, dit is de kans. Ja hoor, 7-5.
10 minuten voor tijd. Weer staat Zweden 2 goals achter. Ja, nu dan. Aanval van Zweden opnieuw. De aanval van Spanje was mislukt. Aanval van Zweden. Wordt het dan toch nog spannend? Oh, nee. Weer een goede kans. Nu weer. Weer Zweden. En de paal. Weer Spanje bedoel ik. En de paal. En dan weer een kans. Oh. Het had veel harder geschoten moeten worden. Het had het zomaar 8-5 kunnen wezen. Nu weer Spanje. Weer Spanje. En weer een kans. Op 8-5. Oh, ja, ze moeten risico's nemen bij Zweden. 6 minuten nog. Oh. De kans. Ai. Goede redding. Ik begin er zelf van te stotteren. Goeie bal. En de goal. Nee. Weer niet. En weer Spanje. Aanval van Spanje nu. Goeie bal. Oh, iets te scherp. Maar nu weer Zweden. En de goal, nee. Tweede instantie ook niet. En nu dan. Oh, een corner. 2 minuten officieel nog. 7-5. Corner wordt nu genomen. Slechte bal. En ook slecht ingeschoten door Zweden. En nu weer Spanje. Spanje weer met een aanval. Hele goede bal. Oh, niet goed genoeg. Nu weer Zweden. Halve minuut officieel nog. Minder zelfs. En de kans. En de goal. Nee. Een corner. Goede redding van die keeper van Zweden. Corner voor Spanje. En slecht ingeschoten. Loopt goed af. 5 minuten blessuretijd. Bijna een minuut van versteken. Bal naar voren toe. Heel goed. En die vrije man. En weer een corner. Ja. Goeie redding van de Zweedse keeper. Corner van Spanje. Slechte bal. Zweden naar voren toe. Er moet heel snel iets gebeuren. En ho. Slecht ingeschoten hoor. Dit was de kans om de Spanjaarden nog moeilijk te maken. En nu weer Spanje. En nu weer een kans. Oh. Iets meer dan een minuut. Nu weer Zweden. Snel aanval. Oh, en weer een goede redding van de Spaanse keeper. En een corner. Voor wat het nog waard is. Want de tijd begint te dringen. Daar gaat de tijd. Ja hoor. Slechte corners. Ja, goed corner was goed. Maar nou, vervolgens Zweden wat minder. Zweden verliest met 7-5. Goals. 7 voor Spanje. 5 voor Zweden. Balbezit 52% voor Spanje, 48% voor Zweden. Schoten op het doel 55% voor Spanje, 63% voor Zweden. Pases 260% voor Spanje. En 260, dat wil zeggen, delen door 100 is 2,60. Keer 68 is 176 pases die aankwamen. Zweden leverde 169 pases af. Gedeeld door 100 is 1,69 keer 79 is 133 passes die aankwamen. Dan gaan we kijken naar corners. 2 voor Spanje, 4 voor Zweden. Wij gaan nog even kijken wat de stand is. Back to menu. Eerste staat Colombia na deze wedstrijd 100. Wedstrijd 136. 34 uit 36 bedoel ik. Tweede België 68 uit 36. Titelverdediger. Derde staat Duitsland. 65 uit 36. Vierde Engeland 60 uit 36. Vijfde Chili 59 uit 36. Zesde staat Brazilië 58 uit 36. En dan zevende Spanje met 57 uit 36. Kort daarop zit Italië met 56 uit 36 op de 8e plaats. En ook Kroatië heeft nog een kleine kans om mee te doen op de 9e plaats met 52 uit 36. Uruguay heeft nog alleen nog een theoretische kans met 48 uit 36. Nou, dan gaan we kijken naar de stand onderin.
Op de vijfde plaats van onderen, 18e dus, Japan, 35 uit 36. Ook voor Frankrijk geldt dat, 35 uit 36, dus aan het 7e, 10e. Die hebben een iets beter doelsaldo. 19e staat Argentinië, 29 uit 36. Zweden heeft 27 en niet 26, zoals ik eerder zei, in de wedstrijd vervat uit 36. En Rusland heeft 25 uit 36 in Oostenrijk bedoel ik, niet Australië, maar Oostenrijk heeft 19 uit 36. Volgende opponent van Spanje is namelijk Zwitserland. En Zwitserland staat 12e. Heeft nog een hele kleine, minieme kans, denk ik. Nou, het verschil is 16 punten. Dat is alleen nog een kleine theoretische kans. 42 punten hebben zij uit 36 duels. In ieder geval bedankt voor het luisteren van deze wedstrijd. Dus graag tot de volgende keer. Nou, we zijn nu bezig met wedstrijd 137 van Ginworks Soccer Game London Competitie. Seizoen 2019-2020. Ronde 37 speelt Spanje tegen Zwitserland. Spanje staat op de 7e plaats met 57 punten. En Zwitserland vinden we terug op plek nummer 12 met 42 punten. Zwitserland is ook wel een moeilijke opponent te noemen. Er werd van gewonnen. Maar volgens mij ook wel één keertje vorig jaar zelfs nog van verloren. Ik weet niet alleen niet meer met hoeveel. Dat moet ik even nagaan. En het verslag is met René van Wijk. Ja, Spanje mag natuurlijk als eerste aftrappen. De eerste helft. Aanval van Spanje nu. Goeie bal. Nu goed geschoten in één keer. En gered door de verdediging. Zwitserland nu in aanval. En een goal. Ja. En zo staat het zomaar opeens 0-1. Voor Zwitserland. Aanval Spanje. Slecht. Weer aanval Spanje. Nee, weer niet. Daar zijn de Zwitsers weer. Daar zijn de Zwitsers weer. Daar zijn de Zwitsers weer. Was daar bijna 2-0. Nu weer een kans. En goed gered door de keeper. Even de rust. Slecht gedaan. Slecht geschoten. Oh, daar was bijna 2-0. En nu weer een kans. Op 2-0. Wat een slecht begin. Ja. Nu weer. Nu weer een kans voor Spanje. En een bal op de bal. De eerste gevaarlijke kans voor Spanje. 6 minuten. Nu weer een kans. Nee hoor. Zwitsers maken ook fouten achterin. Maar die raken niet meteen in paniek. Nu weer een kans voor Spanje. Op de 1-1. Doeltrap Zwitserland. Slecht gedaan. En weer een kans. Nu dan. Nee, weer niet. Goed gered. Kansen voor Spanje. Ja, als je meteen al van bank gaat spelen, wordt Zwitserland ook gevaarlijk. Schotje van de Zwitsers. Slechte bal. Nu weer Zwitserland. Zwitserland opnieuw. Er moet ingegrepen worden. En dat wordt het ook. Zwitserland weer een aanval. Weer een aanval. Oh, oh, oh. Nu weer Spanje. Er wordt wel wat harder gesteden door Spanje. Dat wel. Maar het staat nog steeds 1 tegen 0. Nu weer een kans. En dit was maar net naast. Doeltrap Zwitserland. Spanje opnieuw in aanval. Nee, weer de Zwitsers. Weer de Zwitsers. Weer. Ja, nu dan. Goeie kans. Nee, slechte bal. Slechte schoten. En nu weer een kans. Voor Spanje. Nog altijd 0-1. Slecht, ja, goed gedaan. Komt toevallig goed aan, maar dan wordt weer geblokt door de Zwitserse verdediging. Nu weer een kans. En de bal gaat erin. Het is 1-1. Dat is terecht. Zwitserland trapt af. Aanval van Zwitserland. Oh, slecht. Oh, slecht. Oh, wat een ruimte. En het staat 2-1. Waarom wordt die aanvaller van Zwitserland niet aangepakt?
1-2. Weer Spanje. Weer een kans. Weer een kans. Oeh, net over. Keeper lag al op de grond. Hoe kan je missen dan? Ja. Aanval Zwitserland afgestraft. Nu dan. 1-3. Ja. 1-3. Wordt lastig. Nu weer een kans. Zodra de tegenstanders van formaat komen, heeft Spanje daar moeite mee. En nu weer een kans. Goeie bal. En bijna 2-3. Nu. Weer de Zwitsers. Weer de Zwitsers. En bijna 1-4. Ja. 1-3. Staat het nu. Slechte bal. Nu weer een kans voor de Zwitsers. Weer een kans voor de Zwitsers. Weer een kans voor de Zwitsers. Weer een kans. Oh, net naast. 21ste minuut. Doeltrap Spanje. Kijken. Ja, daar komt de bal. Daar is een kans. Daar is weer een kans. Dat had bijna 2-3 geweest. Weer Spanje. Weer Spanje. Weer een schot. En een fout van de keeper. Die slaat hem in eigen doel. 2-3. In de 22e minuut. Weer Zwitserland. Weer Zwitserland. Oh, een kans. Er staat bijna 2-4. Spanje moet risico's nemen. Nu al. Nu al. Ja. En nu weer Zwitserland. Zwitserland. Oh, slechte bal. Nu weer Spanje. Heel goed gedaan. Snel aanval. Dit is wat je vloeiend noemt. En dit is bijna 3-3. En nu niet. Ja, wel. Toch. 3-3. Van 1-3 terug naar 3-3. Nu weer Spanje. Begint dus al eindelijk te komen. Nee, dus niet. Weer een kans. Goed gestoord. Nu weer een kans. Oh ja, 3-4. 27ste minuut. 3-4. En daar een kans op 4-4. Gevangen door de Zwitserse keeper. Weer Zwitser, weer Spanje, weer Spanje, weer Spanje, weer Spanje. En weer een kans. Nu dan. Nee, weer geblokt. En weer een kans. Weer geblokt en uiteindelijk in de handen van de keeper. Jongen. Geestdriftige wedstrijd, moet ik zeggen. Oh, weer een kans op 3-5. 30ste minuut. Corner Zwitserland. Slecht. Oh, het is in eerste instantie slecht uitverdedigd. Nu wel goed uitverdedigd. Alhoewel het vervolg minder is. Het is een scrimmage nu. Oh, ja, daar zijn ze weer. Ai, ai, ai. Slecht ingeschoten. Gelukkig voor Spanje. Rust aan de bal hebben ze nauwelijks. Want daar zijn de Zwitsers weer. Ja. Daar zijn weer de Spanjaarden. Nu dan, nee, weer Zwitserland. Nu weer Zwitserland. Oh. Ja, nu weer een paas. Goeie bal, nee. Oh, in tweede instantie met een schot. Geblokt. Weer Spanje. En nu de kans. Slecht geschoten. Hoe is het mogelijk? Ja, nu dan. Oh, weer weggehaald. Ja. En nu weer de Zwitsers. Spanje neemt over. Goeie bal. Nu de kans. De kans. Veel te snel geschoten. Nu weer Zwitserland. Zwitserland opnieuw in aanval. Weer de aanval van Zwitserland. En bijna was het daar 3-5. Blijft 3-4. Goeie aanval. Snel aanval. En weer een kans. En geschoten. En gered. Door de Zwitserse keeper. Weer Spanje. Weer een kans. Weer een kans. Ja, 4-4. Wat een wedstrijd. 4-4 in de 40ste minuut.
Spanje opnieuw. Nee, weer Zwitserland. Weer een kans. Oh, het moeizaam uitverdedigd. Moeizaam uitverdedigd. Moeizaam hoor. Daar komen ze weer. Nee. Dit is weer een kans. Weer een kans. Tjoe. En weer zijn daar de Zwitsers. Ja. Weer zijn daar nu de Spanjaarden. Nee, nu weer de Zwitsers. Aanval Zwitserland. Aanval Zwitserland. Oh jee. Aanval Zwitserland. Nu overgenomen door Spanje. Nu weer heel snel. Oh, iets te hard. Er wordt geschoten wellicht. Nee. Over de hele. Dat komt niet goed uit. Weer Spanje. Weer Spanje. Kijken wat de mogelijkheid is. Ja, nu de kans op de paal. Wat een kans voor Spanje. Zwitserland opnieuw. Weer Zwitserland. Nu weer de kans. Oeh. En de bal te nauwe nood gered. Weer Spanje. Nee, weer Zwitserland. Nu een aanval van Zwitserland. Aanval van Zwitserland. Aanval van Zwitserland. Slecht. Oh, daar zijn ze weer. Ja, ze zijn bloedgevaarlijk. Corner weer voor Zwitserland. 2 minuten blessuretijd. 1,5 minuut daarvan voorbij. Hoekschop Zwitserland. Daar komt hij. Slecht gedaan. Oh, slecht uitverdedigd. Het is rust. Het staat 4-4. Kijken naar de cijfers. Na 1 helft spelen. Spanje 4 goals. Zwitserland ook 4 goals. Bal bezit 50% voor Spanje. 50% voor Zwitserland. Schoten op het doel. 37 voor Spanje. 31 voor Zwitserland. Pases 103 voor Spanje. Dat houdt in. 103. Even kijken hoor. 103. Delen door 100 is 1,03. Keer 73% van de passes die aankwamen is 75 passes die aankwamen. 77 passes werden afgeleverd door Zwitserland in de eerste helft. Deel 100 is 0,77. Keer 69 is 53 passes die aankwamen van de ene Zwitser naar de andere Zwitser. We gaan kijken naar de tweede helft. Wij gaan er naar kijken. Jullie gaan er naar luisteren. Verslag van René van Wijk. Ja. En dan is daar de aftrap voor Zwitserland. 4-4. Als de tweede helft hetzelfde belooft als de eerste helft, dan wordt het nog een hele spannende wedstrijd. Maar daar zijn de Zwitsers. Daar zijn de Zwitsers. En wat een ruimte weer. Gapend gat. Ja, nee. Het was weer een aanval van Spanje die afgeblokt werd. Nu weer een kans. Oh, wat een paniek achterin. Dit loopt maar net goed af voor Spanje. Weer Zwitserland. Weer Zwitserland. Weer Zwitserland. Weer Zwitserland. Weer een kans. Oh, de paal. Aanval Spanje. Aanval Spanje. En de kans. Oh. Slecht geschoten. Zwitserland. Oh, 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 oh. Dat loopt nog maar net goed af. Goeie bal. Goeie bal. En geschoten. En gered door de Zwitserse keeper. Inworp voor Spanje. 53ste minuut. De kans. Oh. En weer een kans. Wordt van zijn voet afgehaald. Kansen voor Spanje. En nu is daar Zwitserland. Ho. Ja, slecht. Slecht hoor. Ja. Er wordt goed op gereageerd. Dat dan weer wel. En nu weer een kans voor de Zwitserland. Weer een kans voor Zwitserland. Weer een kans. Oh, slechte bal van de Zwitserse aanvallers. Dat gebeurt daar ook. Nu weer Spanje. Nee. Weer Spanje nu. Weer een kans voor Spanje. Weer een kans. En dan wordt het weer afgeblokt. Het blijft 4-4. Het is niet goed genoeg. Want Spanje moet in feite gewoon punten pakken. Door middel van te winnen. En nu misschien. Nee. 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 Weer niet. 2 opgelegde kansen. Weer Spanje. Heel goed. Heel goed. En een schot. Gaat net niet naast. Wordt gehaald, gered door de keeper. Nu weer Zwitserland. Ho, bal weggehaald.
Weer Spanje. Een kans voor Spanje. En nu, dat zijn toch mogelijkheden, wou je zeggen. Want de keeper lag al. Maar weer Zwitserland. De bal blijft in eerste instantie hangen. Rond strafschopgebied. Dan weer Zwitserland. Weer niet. Nee. Ja, nu wel een kans. En de goal, nee. Weer niet. Jongen. 62 minuten. Oh! Weer gered. Oh, en nu even die rust. 63e minuut. Slecht hoor. Slecht uitverdedigd. Nu weer... is dat Zwitserland? En de bal op de paal. En weer in de handen van de keeper. Slecht gedaan. Slecht uittrap. Oh! Keepertje toch. En is het nou zo moeilijk om die bal weg te halen? Slecht. Slechte aanval. Nu weer Zwitserland. Nu weer Zwitserland. En weer de keeper. Dat moet toch een rotsende branding wezen. Nou dan. En nu de kans voor Spanje. De kans voor Spanje. En weer op de paal. Weer is daar Zwitserland. Zwitserland nu een aanval. Oh. Het blijft 4-4. 68e minuut is voorbij. 69e minuut. Bijna 70e minuut. Nu de kans. Weggedraaid. En een schot. En een corner. Goed gered door de Zwitserse keeper. 70e minuut. Corner. En weer ingeschoten, maar gered door de Zwitserse keeper. Weer een kans voor Spanje. En bal op de paal. Weer een kans. Bal blijft hangen. En uiteindelijk in de handen van de keeper. Aanval van Zwitserland. Slecht opgezet. Maar het vervolg is daarom dat Spanje slecht uitverdedigt. En de goal, nee, op de paal. Ongelooflijk. Hoe gaat deze wedstrijd eindigen? Geen hond die het weet. En nu de kans. En de bal op de paal voor Spanje. Weer een kans. Weer geschoten. En weer een kans. Nee. Het blijft. Nog 4-4. En nu. Nu dan. Oh, de bal op de paal. Wat een kans voor Zwitserland. Zwitserland opnieuw. Aanval van Zwitserland. Oh ja, daar is de goal. Ja, 4-5. De Zwitsers komen weer voor. 4-5. En nu, de kans. Geschoten. En hij ligt er weer in. 5-5. Een minuut na de 4-5 staat het alweer gelijk. Aanval van Spanje. Het enige moeite. Nee. Geblokt. Nu weer de Spanjaarden. Heel goed. En nu de kans. Oh! Op bijna op 6-5. Lukt niet. Ho. Daar zijn ze weer. Let op. Daar zijn de Spanjaarden weer. Bal is te ver gespeeld. En nu weer de Zwitsers. Bal weggehaald. Net op tijd. Daar weer de Zwitsers. Opnieuw de Zwitsers. Ze gaan toch aandringen. Oh jee. Het is nu de 82e minuut. Nee, slecht hoor. Slechte paas. Nu weer een kans voor de Zwitsers. Ei, slecht geschoten. Bal over de hele. Slecht gedaan. Nu de kans. Oh, net naast. 85e minuut. Aanvalsopbouw van de Spanjaarden. Slecht gedaan. En nu weer onderbroken. Daar zijn de Zwitsers weer. Oh, de bal weer op de paal. Voor de zoveelste keer. En de goal. Yo, slecht uitverdedigd. 5-6. Jongen. Voor de zoveelste keer achter. Nu de kans.
Nee, slecht geschoten. Spanje opnieuw. Nee, weer. Daar zijn ze weer, daar zijn ze weer, daar zijn ze weer, daar zijn ze weer. Uit. Ja. En nu moet je komen. En dan moet je risico's nemen. Weer de Spanjaarden. Overdelen. Doortikken. En nu de kans. Nee, de paal. Ook dat nog. Ook hun hebben een paar keer de paal getroffen. Maar de Zwitsers nog meer. De Zwitsers nog meer. Ja, weer de kans. Weer een kans. Ja hoor, hij zit erin. 5-7. Voor Zwitserland. Ongelooflijk. Hij zit er gewoon in. 5-7. Wat kan Spanje nog? Niet veel. Niet veel. Niet veel. Het is klaar. Het is over. Bijna over. Althans, bijna over. Weer een kans. Weer een kans. Nee. Weer onderbroken. Nu weer de Zwitsers. Weer de Zwitsers. Weer de Zwitsers. Weer de Zwitsers. Weer Spanje nu. Nu weer de Zwitsers. Uitkijken. Ja. Weer Spanje. Weer Spanje. Nee hoor. Daar zijn de Zwitsers weer. En het is 5-8. Binnen een paar minuten geeft Spanje het helemaal op. En is het 5-8. In de dying seconds van de blessuretijd verliest Spanje deze wedstrijd. De cijfers naar de tweede helft. Goals voor Spanje 5. Voor Zwitserland 8. Balbezit 51% voor Spanje. 49% voor Zwitserland. Schoten op het doel 60. Voor Spanje 71% voor Zwitserland. Pases 234 voor Spanje. Even kijken. Oh, er gaat iets mis. 200. Oh, blijft nog gewoon liggen. 234 voor Spanje. Delen door 100 is 2,34. Keer 67 is 156. En 152 passes werden er afgeleverd door Zwitserland. Delen door 100 is 1,52. Keer 71 is 107 passes die goed aankwamen. We gaan kijken naar de corners. 1 voor Spanje en 2 voor Zwitserland. Dan gaan we kijken naar de stand. Eerste staat Colombia, 77 uit 37. Tweede België, 71 uit 37. Derde Duitsland, 66 uit 37. En de vierde plaats van Brazilië, 61 uit 37. Vijfde staat Engeland, 61 uit 37. Het verschil is dus nu 4 punten met de nummer 5. En de nummers 2 tot en met 5 spelen voor promotie degradatie naar de hard level competition. En we zitten dus nu in de medium level. Ja, Spanje heeft hierna nog 4 wedstrijden om dat verschil goed te maken. Het wordt met de week precairder met de wedstrijdronde. Dan gaan we kijken naar de stand onderin. 18e staat Frankrijk, 35 uit 37. 19e Zweden, 30 uit 37. 20e Argentinië, 29 uit 37. 21e Rusland, 26 uit 37. En 22e Oostenrijk, zeg steeds Australië, Oostenrijk, 19 uit 37. Dat wordt een hele moeilijke opgave voor de Oostenrijkers. De volgende opponent van Spanje is namelijk Uruguay. Die staan 10e. Ja, die spelen eigenlijk nergens meer om. Hebben nog een hele kleine kans om misschien nog mee te doen voor de PD-wedstrijden. Die hebben nu 12 punten. Een hele kleine theoretische kans. Maar goed, dat mag niks heten. Dat mag eigenlijk niet zo heten. Goed, in ieder geval bedankt voor het luisteren van deze wedstrijdverslag. Dus van dit wedstrijdverslag, zo moet ik het zeggen. Ja, nou, dat was het dan. Ja, het blijft spannend in DreamWorks Social Land.
grijpend. Nou, we gaan nu naar de weeksluiting van week 20. Dit is de weeksluiting van week 20 van 2020. Ja, ik was deze week vrij. Dus ik hoefde niet te werken. Ik heb al in ieder geval trainingen op dinsdag en donderdag gedaan op de weg. Met hardlopen. Ik heb vandaag nog even een rondje gelopen van 5 kilometer. Volg staat inmiddels op YouTube. Op RVW-TV. En voor de rest heb ik een toerrit, twee toerritten gemaakt bedoel ik, met mijn auto. En heb ik voor de rest een beetje zitten rommelen in en rondom het huis. Heb ik nog een bevrijdingsbijeenkomst gehad. Op het pleintje. Met buren. Een beperkt aantal buren uiteraard. In verband met de coronacrisis. We hebben 1,5 meter van elkaar afgestaan. Het was hartstikke gezellig. En voor de rest, ja. Een beetje gerommeld in en rondom het huis, zoals ik al zei. Goed, nou. Morgen is het maandag, dan gaat de werkweek beginnen. Dus wat dat betreft keert het gewone leven na een week gewoon weer terug. Ja, nou, dat was dan de weeksluiting van deze week. En dan gaan we nu over naar de statistieken. Ik moet een fout bekennen, want ik heb hem niet gepubliceerd op Twitter. Die RVW Radio Show van 9 mei moet ik doen. Dus die statistieken van Twitter hou je van die show nog wel even te goed. Maar de statistiek van YouTube, dat valt me een beetje tegen. Op YouTube heb ik geen weergave. Niemand heeft die uitzending van 3 dagen geleden nog beluisterd. Of daar nog verandering in komt, dat kun je dan wellicht in de volgende uitzending horen. Maar dat valt me tegen. Ja, zo verwachten misschien. Verder zijn, kan het weer heel anders zijn. In ieder geval was dit dus de RVW Radio Show van 12 mei 2020. Deze 12 mei dus. Ik zou zeggen, op naar de volgende RVW Radio Show. En ik zou bovenal zeggen, bye bye, sweet dreams. Bye bye, smijs bye dus. En bovenal, tjoe.